Goed nieuws voor de inwoners van de Arnhemse wijk Alteveer-Kranenveld. De wijk is na onderzoek namelijk uitgeroepen tot de beste wijk van Nederland. En dat lijkt voor de inwoners niet bepaald een verrassing. Nee, dat verbaast mij maar niet. Nee. Ik woon hier nu 5,5 jaar. En ik heb hier reuzen naar mijn zin. Het is gezellig. Mensen zijn allemaal vriendelijk tegen elkaar. Ja, er zijn eigenlijk nooit geen problemen. Hoe zou u de wijk omschrijven? Gezellig. Je hebt hier een pleintje, de winkels bij je dichtbij. En het laatste buurtfeest was ook heel erg gezellig. Dus ja. We genieten hier volop. Ja, we zitten hier met het bedrijf 54 jaar. Ik ben zelf 51 jaar. Ja, geboren en getogen hier. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus, ik heb ook een super jeugd gehad hier in de wijk. Ik kan mooi op terugkijken. Ja, geweldige wijk. Heel veel rust. Soms te rustig. Toen ik hier net kwam wonen, dacht ik van, hier gebeurt helemaal niks. Maar de saamhorigheid, de rust, alle parken eromheen. Ja, geweldig. Ja. Oh, ik hoef maar hier bij buurman Jan en Annie achterom te lopen. En ga maar zitten en je krijgt koffie. En dat zijn niet de enige. Wij zijn echt de oudste in de straat. Maar, en de mensen waren nog niet geboren toen wij er al woonden. Maar dat merk je, je wordt echt ook gerespecteerd, maar ook in de gaten gehouden. Van, gaat het wel goed met je? En dat vind ik ook wel heel leuk. Ja. Het is gewoon, je woont hier vrij. Mm-hmm. En de bossen en ruimte. Ideaal. En al die redenen hebben ervoor gezorgd dat de wijk een mooie 8,9 scoort. Ver boven het landelijk gemiddelde. Al kan toch niet alles perfect zijn? Oh, dan moet ik iets negatiefs noemen. Nee, sorry. Nee? Oh, wat erg, nee. Nou, ik zou niet weten. Ik kan niet echt negatieve dingen noemen eigenlijk. Ik zit erover na te denken in welke richting ik dat zou moeten zoeken. Maar dat is bijna niet mogelijk, nee. Ja. Ooit was hier een kroeg en die is weg. Dat is negatief, er zit geen kroeg. Nou, wat ik merk, ik kom zelf uit Brabant en we zijn heel amicaal tegen elkaar. En dat zie je dan toch iets minder. Mensen zijn meer op zichzelf. Maar van de andere kant is het ook wel weer fijn, want in Brabant bemoeit zich iedereen weer met elkaar. Ja. En dat zie je dan gelukkig weer wat minder. Mensen kijken wel naar elkaar om, maar het is niet de bemoeienis wat ze allemaal hebben. Twee dingen misschien, en dan gaat het niet eens over de wijk. Dan is het meer met Rijnstatenziekenhuis, Openluchtmuseum, bij grote evenementen. Dat we er in de wijk last van hebben. Daar hoor ik de mensen wel eens over klagen. Maar verder kan ik zo niks verzinnen. En dan rest nog één belangrijke vraag. Gaan jullie ooit nog weg? Dacht het niet. Niet van plan om weg te gaan. Nee. Ik kom eigenlijk uit Brabant en mijn zus zegt wel eens, zou je niet terug willen naar Brabant? En dan zeg ik, nee, als ik een huis voor niks krijg, ik blijf hier wonen. Ja? Ja. Wat is dan datgene wat u hier houdt? Gewoon mensen onder elkaar. Het gaat goed allemaal met elkaar om. En ik heb ook hele prettige buren waar ik ook heel goed mee op kan schieten. Ik hoor het al, u gaat niet meer weg. Nee, zeker niet. Nee.